gelukt is als laatste jaar junior. Dus ja, ik ben heel blij. 500.000 is wel, zijn wel mijn beste afstanden. Maar ja, de 3 ging nu eigenlijk ook ja, best wel goed. Vorig jaar reed ik echt elk weekend wedstrijd na wedstrijd. En was ik met NK Junior helemaal op. En miste ik op haar na het WK. Dus dat was echt balen. Maar daar heb ik super veel van geleerd. En schema uitgeschreven met mijn trainer. Dat het nu gewoon anders is. Veel minder wedstrijden gereden. En gewoon zodat hier topfit aan de start staan. En dat is gelukt. Het ging hartstikke goed. Ik heb 4 goede races gereden en het was wel heel erg koud, maar na omstandigheden gewoon maximaal eruit gehaald en ik ben ontzettend blij. Ik denk dat ik alle afstanden wel redelijk aan kan en dat resulteert in een mooi klassement. En nu mag je naar Japan, naar het WK. Wat denk je dat daar je kansen zijn? Ik hoop voor een podiumplek te kunnen gaan eigenlijk. Weet je ook wie daar je grootste concurrenten zullen zijn? Nou, dat is natuurlijk Sverre Lunde Pedersen. Ik denk dat wel duidelijk is dat hij de beste is eigenlijk. En voor de rest zijn er nog andere sterke Nooren, een goede Chinees en voor de rest knallen.